Wegen, meten en beoordeling, tweedejaarsklonen. Wat zijn nu eigenlijk de tweedejaars? Ik leg het uit. De eerste stap is het uitzoeken van kruisingsouders en die met elkaar kruisen. Als dit lukt, vormen er bessen waar zaad in zit. Ik zaai het volgende jaar ongeveer 6000 zaden uit. Daarna verspen ik ze en zet ze later buiten uit. Met het oogsten van deze planten maak ik al een selectie en houd per plant maar één knol aan die per kruising in de bak komen. Deze jaargang wordt bij de meeste veredelaars in de kas uitgevoerd. Doordat ik behoorlijk op Phytophthora en andere eigenschappen selecteer, blijven van de 6000 planten maar 2000 knollen over. Deze gaan het jaar erop naar het veld en zijn dan de eerstejaarsklonen. Hier blijft afhankelijk van de kruising 10 tot 15% van over. Het volgende jaar poot ik 8 knollen, 4 voor pootgoed en 4 voor consumptie. Die heb ik hier nu na het wegen en tellen bij elkaar in de bak. Na alle beproevingen, zoals loofcijfers, knolbeoordeling, blauwgevoeligheid en kook- en bakkwaliteit, blijft hier ongeveer 20% van over. Als derde en ouderjaars klonen begint de betere beproeving. 12 planten voor pootgoed en 8 voor consumptie. Ook hier weer afvallers. Als vierde of vijfdejaars kloon probeer ik ze onder te brengen bij een handelsbedrijf. Daar lopen ze dan mee in verschillende proefvelden. Hoe zit het nu echt met de jaren? Jaar 1 het kruisen. Jaar 2 knollen optrekken uit zaad. Dit zijn zaailingen, maar worden meestal klonen genoemd. Er wordt bij de tweede en ouderejaars bijna altijd over zaailingen gesproken. Maar dit moeten klonen zijn, omdat ze generatief worden vermeerderd. Jaar 3 is de eerste veldgeneratie. Jaar 4 zijn de tweedejaars. Jaar 5 zijn de derdejaars. En zo verder. Na vele beproevingen en afvallers kan er na ongeveer 10 jaar een enkele overblijven, die raswaardig is en aangemeld wordt voor registratie en bescherming. Dan moet zo'n ras zich nog bewijzen in de praktijk. Volgens kansberekening hebben we als kleine veredelaars weinig kans. Maar het tegendeel is bewezen. Ook voor mij wordt het best spannend voor de komende jaren. Bedankt voor het kijken.